Ik ben Arne Huismans en we zijn hier in Volta. En Volta is een Brussels muziekcentrum. Het is een organisatie voor en door muzikanten. En wij doen eigenlijk alles om vooral een duurzame ondersteuning te bieden aan de Brusselse muzieksector. Dat doen we door alles wat we hier faciliteren. Repetitieruimtes, concertzaal, residencies, workshops, masterclasses. Echt een plek en een thuis voor muzikanten. Ja, hier is de gemeenschappelijke ruimte van Volta. En eigenlijk komt hier alles een beetje samen. Want toen dat we Volta gebouwd hebben eigenlijk, hebben we nagedacht over hoe gaan we de setting creëren waarin dat we alle werkruimtes maken voor de muzikanten. In plaats van een gang of zo als ingang, hebben we echt gekozen voor een heel warme, gezellige ruimte. Waar dat je eigenlijk meteen naar de koffiemachine kunt lopen of iemand kunt tegenkomen. En, hier komt het dus eigenlijk allemaal samen. Alle gangen, alle deuren komen samen op deze plek. Dus we zijn hier in de concertzaal van Volta. Het is een blackbox, dus we hebben een volledig zwarte ruimte eigenlijk gebouwd. Als alle lichten en de deuren dicht zijn, is het gewoon pikdonker. We gaan onze concert starten in oktober hier, in deze blackbox. En het gaat 1 tot 2 wekelijks zijn. En er staan heel spannende dingen op programmatie en die kun je allemaal volgen op de socials of op volta.brussels. Ja, hier zitten we in de backstage van Volta. Hij wordt eigenlijk de barbecue genoemd, want vorig jaar hadden wij die net gebouwd eigenlijk. En een frigo eigenlijk heeft vuur gevat en heel deze kot stond in brand. En ik denk dat het een half uur scheelde of Volta was volledig opgegaan in vlammen. Maar dus ja, dat was hier gewoon volledig zwart. Alles was kapot. En dan hebben we opnieuw gebouwd. En voilà, nu hebben we opnieuw de backstage dat we toen hadden. Hier zijn we in de tweede vleugel van Volta. En hier zijn opnieuw 5 repetitielokalen. In verschillende groottes en formaten eigenlijk. We hebben zowel enkele gevestigde waarden toch al hier kunnen verwelkomen, zoals bijvoorbeeld Brihang, Whispering Sons, Juicy, Robbie Millions, Angèle heeft hier ook gezeten. Maar er is dus ook plek voor niet-commerciële bands, artiesten die gewoon willen experimenteren en innovatief te werk gaan. En los van een economisch kader is bij ons iedereen welkom eigenlijk. Hier zijn we bij de inkom van Volta, dus het buitengedeelte. Hier voor ons hebben we eigenlijk een gigantische koer die we delen met allemaal verschillende organisaties. We hebben hier onze containers eigenlijk, die vroeger dienden als bureauruimte, omgebouwd tot een concertplek voor de zomer. Dus als het mooi weer is, dan komen mensen hier de concerten bekijken. En het doel was eigenlijk een soort van amfitheater, ballroom-achtig eigenlijk iets te creëren. Het is samengesteld van industrierekken eigenlijk. En de rest is echt gelast en recup haat. Volta is echt gebouwd we met weinig middelen, maar creatief genoeg. En dat maakt het ook wel mooi en charmant, vind ik.